Vergeet voetbal, pony of surfkampen. Wie na de vakantie op de speelplaats iets te vertellen wil hebben, gaat deze zomer zeker op YouTube kamp. Ze houden er hun eigen dagboek bij door te vloggen, ontdekken nieuwe trends en zorgen ervoor dat de grappigste beelden worden vastgelegd op hun eigen YouTube kanaal. De deelnemers leren aldoende hoe ze hun filmpjes beter kunnen maken. Welke van deze hebben jullie aangeduid? 100 vragen, voertuig, Q&A of hoe goed kunnen welke? We hebben het over hoe goed kunnen welke. Oké, dan geef ik jullie zo meteen een zakje. Hallo Dagberg, welkom op ons YouTube-kamp. Is dat iets nieuw echt? Dat is wel iets nieuw, ja. Wij doen elk jaar een kamp en dit jaar is het YouTube-kamp. Vorig jaar was het musical-kamp en dan maakten ze een film over verhalen. En wat doen ze dit jaar allemaal? Leuke hekke dingen heb ik al meegemaakt. Er zijn heel veel challenges die ze doen, ook vragen die ze aan elkaar stellen. Eigenlijk alles wat dat populair is op YouTube, ook games die ze spelen op hun computer. En ze maken elk in een groepje van 4 of 5 kinderen, soms ook groter, een YouTube-kanaal. En daarop gaan ze dan allemaal video's posten. Oké, laten we de zak open doen. Wow, die scheur in één keer open. Oké, we gaan beginnen zeker, hè. Oké. Eentje in de mond en een chubby bunny, zeg. Chubby bunny. Dus wie het langst vol had. Chubby bunny. Veel te veel. Het was super tof en zo, maar echt veel marshmallows, mijn mond. Echt. En Alyssa heeft echt de eerste plaats verdiend, vind ik. Echt, dat waren veel marshmallows. Dat wordt er allemaal ingepropt. Mijn kaakholte zat er vol. Alles zat vol. Alles was opgeblazen en zo. Ik kreeg er niet meer in. Gij? En dan zo allemaal die smaak door elkaar. Ja, al die smaken door elkaar. En op een gegeven moment begonnen wij door te spreken en zo, toch? Ja. Dat was echt. En dat wordt allemaal opgenomen nu? Dat wordt allemaal opgenomen voor YouTube, ja. En dat komt op YouTube? Dat komt op YouTube te staan. Dat is leuk, zeker. Ze filmen het niet alleen, ze monteren het ook hier ter plaatse, hè, meteen? Ja, ze hebben allemaal een tablet mee en daarop gaan ze alles filmen, maar ook monteren met een programma waar dat wij hen bij helpen. Ja. En soms zijn er van die hele moeilijke woorden bij. Ik heb ze daar straks gehoord, een Q4 of een Q8. Wat zijn die allemaal precies? Ja, dat zijn eigenlijk allemaal namen die ze hebben verzonnen daarvoor. Dus dat is dan een Q&A, is bijvoorbeeld een vraag en antwoord. Challenges, dan heb je helemaal rare challenges waarin dat ze dingen moeten testen, zoals babyfood eten. En dat zijn, ja. Dus eigenlijk van alle namen eigenlijk die dingen verkorten bijvoorbeeld. Hey, hallo, dag Esther. Welkom op onze YouTube-kamp hier. Hoe is het? Goed, heel leuk. Zo'n YouTube-kamp, wat mogen jullie allemaal doen hier? Oh, we mogen hier editen. We hebben daar een speciale app voor op onze tablets. En we mogen hier ook leuk filmen. En we doen ook spelletjes en quizzen. En ja, dat is heel erg leuk. Doe je dat ook vaak thuis, zoiets dan? Nee, dit is de eerste keer voor mij. Maar andere kinderen hebben hier bijvoorbeeld wel een YouTube-kanaal. Maar ik nog niet. Het is toch genieten tijdens de vakantie hiervan? Ja, heel leuk. Welkom bij een nieuwe video. Wij zijn de Handy Girls en vandaag gaan wij een challenge doen. De Babyfood Challenge. Lekker. 3, 2, 1. Eet het op, eet het, slik het in, slik het in. Dat kan ik niet. Ah, dat is vies. Oh, dat is maar gewoon naar vrouw, please. Respect voor baby's. Akje, wat had jij hier net gegeten als babyvoedsel? Ik had tuingroente en rundvlees, maar het smaakte zo precies naar rauw vlees. En vind je het normaal wat baby's eten? Nee, dat vind ik helemaal niet. Wat had jij? Ik had rijst, groente en kip. Voor normaal eten valt dat nog mee, maar in dat formaat. Nee, Messi. Ik had volle vent met rijst. Dat moet normaal in de microgolfoven. Ik heb het koud opgegeten, maar het smaakt even vies. Goed dan. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te geven.
en op de abonneerknop te drukken als je deze gekke gezichten nog niet hebt gezien. En zeker dan op het belletje klikken dat naast de abonneerknop staat, zo blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwe video's. Notificatiebelletje! Doei! Tot de volgende keer! Het is hier superleuk. Ja. Wat vindt u daar zo leuk aan dat kamp hier? Ja, we mogen hier video's maken, we mogen ze bewerken en in het bewerken kruipt soms wel heel veel tijd, maar het resultaat is toch wel altijd mooi. Ja. Jullie mogen video's maken. Over wat gaat dat zo allemaal? Challenges, vlogs, Q&A's, van alles wat. Wat is een vlog precies? Een vlog, dan ga je wat filmen, wat je gaat doen, zoals als je buiten ergens gaat wandelen of zo. En kijkt de papa en de mama soms mee naar het kanaal van jullie? Heel soms wel. Toch? Ja. Maar u vindt het toch leuk, zie ik, hè? Ik vind het heel leuk. Vind je het leuk om begeleider te zijn op het YouTube-kamp? Ik vind het heel leuk, want het zijn heel veel leuke kinderen. En soms heb je wel wat moeilijke momentjes, maar jullie zijn echt superleuke kinderen. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.